Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaza.nl. Het is behoorlijk koud geweest de afgelopen nacht met aan de grondtemperaturen tot min 7 graden. Daardoor kan het de eerste ochtenduren nog even glad zijn. Maar de gladheid verdwijnt snel en de mistbanken lossen ook op en daarna hebben we flink wat zonneschijn. Het fraaie weer houden we ook vanmiddag nog en de temperatuur loopt dan op naar zo'n 6 à 7 graden. Aan het einde van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar de eerste regen valt pas rond 9 of 10 uur vanavond. Dat regengebied trekt van west naar oost over het land en zorgt in de nacht ook in het binnenland voor natte sneeuw bij temperaturen van plus 1. Daardoor kan het vannacht tijdelijk even wit en glad worden. Dat geldt dan vooral voor het noorden en oosten van het land. Morgenochtend trekt die natte sneeuw en regen weg. Daarna krijgen we vanuit het westen brede opklaringen. Zijn Er dus flinke zonnige perioden, maar in het loop van de middag komen er vanuit het zuidwesten weer nieuwe buien aan. Zodra de zon schijnt, wordt het uiteindelijk wel warmer, 8 à 10 graden. Dinsdag een enkel buitje, maar ook geregeld zon. En ook woensdag en donderdag moeten we de paraplu bij de hand houden. Maar echt hard regenen, langdurig regenen, doet het niet. Temperatuur is middags steeds 6 tot 8 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.